ik heb inmiddels een heel aantal solenoidmotortjes gemaakt. En de vraag die steeds maar blijft opkomen is... kan die een autootje aandrijven? Dus, dat gaan we vandaag onderzoeken. Solenoidmotortjes die ik al gemaakt heb, die draaiden vrij hard, maar die hadden niet heel veel koppen. Die waren daar ook helemaal niet voor ontworpen, die waren gewoon ontworpen voor de loop. De solenoids die daarop zaten met die handgewikkelde koperdraadse poeder, die waren erg mooi. Zeker als je weet dat ik mijn vingers moest riskeren om dat voor elkaar te krijgen. Omdat het ontwerp wat ik hiervoor ga nemen niet heel veel afwijkt van het ontwerp wat ik voor mijn 4-cilinder en voor mijn 8-cilinder ook gebruikt heb, besloot ik op de zijkanten dit keer aluminium te frezen om het gewoon een beetje interessanter te houden. En dit is al even geleden, dus dit is nog op de oude frees. En daar zijn ze dan, vers van de frees. Moet je zien. Gaaf, hè? Om toch nog maar eens een keertje te bewijzen dat je helemaal geen hele grote fancy CNC nodig hebt. Dit ding heeft een 75 watt spindel. 75 watt. En dan kan je gewoon dit mee doen. Je moet alleen geduld hebben. De krukaselementjes die had ik de vorige keer ook al uit aluminium gefreesd. En om ook hier weer van te gaan leren, besloot ik om het dit keer uit twee kanten te frezen. Dus de eerste kant die heb ik heel netjes in de freesklem aan één kant gefreesd. En vervolgens voor de andere kant moest ik iets bedenken om het goed in te kunnen klemmen natuurlijk. En daar had ik dit voor bedacht. Een pomblokje waar ik de contouren in ging frezen. En waar ik het vervolgens een soort van in ging klemmen. Alleen dat inklemmen had ik niet helemaal goed over nagedacht. In pom kan je niet iets lijmen. En ook om te klemmen had ik eigenlijk niks voorzien. Dus dat werd een beetje rommelen. En nadat het eerste deeltje door de werkplaats gelanceerd werd, besloot ik om het toch maar even vast te houden. Al met al was het een hele leerzame oefening dus. En heb ik ervan geleerd om ook over het klemmen de volgende keer iets beter na te gaan denken. Nu alle delen van het motortje af zijn, is het tijd voor een hele coole montage van het assembleren. Ik heb de solenoid engine draadjes aangesloten op deze printplaat. En deze printplaat wordt aangestuurd door deze Arduino. Als ik hier nu stroom op zet, dan zou die langzaam moeten gaan draaien en langzaam optoeren. Maar als de geschiedenis mij iets vertelt, is de kans veel groter dat er helemaal niks gebeurt of dat die stuk gaat. Laten we het gewoon gaan proberen. Blij dat... die continuïteit gewaarborgd wordt. Dus dat elektronica en ik gewoon lastig blijven. Oké, poging 2. Ik heb een paar dingetjes aangepast in de software. En misschien dat hij het nu doet. Poging 3. Poging 4. Hij doet gewoon echt helemaal niks. Dat is toch wel raar. Poging 5. Poging nummer 6. Poging 7. Jawel, poging 8 en ik heb goede hoop. Niet dat hij helemaal gaat draaien, maar wel dat hij iets gaat doen nu. Want helemaal draaien, zo staat hij nu niet geprogrammeerd. Ik was één delay vergeten. Poging 9. Nou zouden ze allemaal tegelijk aan, allemaal tegelijk uit moeten gaan. Als het goed is, is het probleem nu opgelost. Even kijken. Die erop. Deze erop. Software die erop staat, laat hem niet hard draaien. Maar gewoon één voor één alle cilinders testen. Puur om te kijken of het werkt. Want ik weet inmiddels wat het probleem was. Ga ik je zo vertellen.
die erop. Hey, die doet het. Ik zei het zover moet nog goed, maar best wel cool dit. En hij draait dus gewoon. Met stiekem best nog wel wat koppel. Dus dat is mooi. Dat koppel gaat natuurlijk alleen maar hoger worden als die straks wat sneller gaat. En dan kan je het ook gebruiken natuurlijk. Maar even deze uit. Want wat ik mis had gedaan, dat zit hier. Op de PCB heb je deze rijheader voor de Arduino en die rijheaders. En in mijn schema had ik het allemaal netjes gezet. Maar op de PCB heb ik deze rijheaders precies verkeerd omgezet. Dus ik was steeds naar de ground aan het schakelen. En al die pinnen klopten niet meer. Mijn fout dus. Nu twee draadjes is dat opgelost en werkt het allemaal goed. Deze video is gesponsord door NextPCB. En NextPCB heeft deze PCB'tjes voor mij gemaakt. Ik heb ze ontworpen met een klein beetje hulp. En die heb ik naar hen toegestuurd en zij hebben ze gemaakt. En bij NextPCB kan je voor je eerste order zelfs gratis printjes laten maken. Betaal je alleen de verzendkosten. En dat kan zonder de componentjes zoals deze. Of dat kan ook met componenten zoals ik hier heb gedaan. En ja, dat laatste is natuurlijk wel het allermakkelijkste als je het eenmaal krijgt. Maar dat is wel wat meer werk, want je moet dan precies vertellen wat je aan componenten wil hebben. Maar ja, dat moet je natuurlijk toch al weten. Dus, eerste proefprints zijn gratis, die je kan laten maken. En voor ongeveer $7 kan je ze ook, dus de startprijs, om ze te laten assembleren helemaal. Wat best wel gewoon cool is. Dus, kijk eens op die website en ik zou zeggen, ga het eens proberen. Want stiekem kan elektronica best wel leuk zijn. Ook best wel verwarrend vind ik zelf. Maar goed, dus, dat is dat. Ik ga hier nieuwe software op zetten. Gaan we kijken of we hem sneller kunnen laten draaien. En dan gaan we verder. Die werkt. En nu we weten dat die werkt, kunnen we aan de slag gaan met het autootje. Want ja, daar ging het tenslotte om. En daar heb ik al wat dingetjes voor gemaakt. Wacht. Ik heb verschillende printonderdelen waar ik het frame mee ga maken, de achterkant, de voorkant en dit vind ik heel tof, de wielen. En de wielen die heb ik 3D print en vervolgens heb ik daar een malletje omheen gemaakt. In dat malletje heb ik vervolgens om de 3D print heen PU rubber gegoten. Dit is hetzelfde PU rubber als ik voor mijn skateboard gebruikte. En op deze manier heb ik dus banden die geprint zijn, maar wel met een rubber laagje erom. Best wel cool. Dus, dit allemaal bij elkaar. Ik moet nog wat aluminium koker zagen voor het frame en dan kunnen we hem in elkaar gaan zetten. En het autootje heb ik bewust heel erg simpel gehouden, omdat ik een concept wil valideren. Ik wil niet een hele fancy auto maken, maar ik wil gewoon kijken, rijdt het. Dus er zit geen stuurinrichting op en ik heb gewoon met wat aluminium kokerprofieltjes en wat 3D printjes een heel simpel frame gemaakt. Best vet dat het zo simpel gewoon kan. Daar is hij dan. Maar natuurlijk, de vraag voor de hand. Gaat hij het doen? Ik heb een batterij. Die past precies hier ertussen. Ik schat mijn kansen nu goed in dat hij het nu gaat doen. Gewoon met wieltjes van de grond draaien. Of hij ook gaat draaien met de wielen op de grond. Dat betwijfel ik. Maar hou de hoop. Ik heb er een kleine delay in gezet, dat hij heel even wacht voor als je hem aansluit.
Het is het tijd om hem neer te zetten. Bijna. Even iets proberen. De timing tussen de cilinders is nu te kort. Dat is wat er gebeurt. Waardoor die wel aan het schakelen is, maar nog niet op het goede punt is op dat moment. Vandaar dat hij zo aan het haken is. Dus ik ga je ziet het zo'n kijk, als je hem een zetje geeft, dan gaat hij een tijdje wel. Dus het spant er nu een beetje om. Zo, die reed. Hij ging niet bijzonder hard. Oftewel, ja, laten we zo zeggen. De downforce van die spoiler. Ik twijfel of die wat geholpen heeft. Maar goed, hij reed. En er is zelf wat ruimte natuurlijk nog voor optimalisatie. Dus laat het mij weten in de comments of jij een geslaagd experiment vindt. En wat voor een ruimte jij ziet voor, hoe kunnen we dit nou beter laten rijden. Laat het mij weten. Ondertussen ben ik er nog even over nagedacht en ik ben nog niet tevreden hierover. Vooral omdat ik denk dat het beter moet kunnen. Dus ik had bedacht dat we het anders gaan doen. Nu stuur ik hem aan met een Arduino. En vertel ik hem precies op welk moment welke cilinder moet schakelen. Dat is compleet anders dan mijn andere solenoid engines deden. Daar keek hij gewoon zelf naar waar ben ik. En vervolgens ging hij ten opzichte van daar de volgende aanschakelen. Dus hoe harder die ging, hoe sneller dat ging, totdat hij op een gegeven moment een equilibrium bereikte. Ik denk dat we dat met deze ook maar moeten gaan doen. En gelukkig had ik deze PCB liggen, die je misschien nog wel kent van mijn 8-cilinder solenoid engine. En deze PCB kan ik heel makkelijk aansluiten op de PCB die ik speciaal voor dit project gemaakt heb. Dus laten we eens even gaan kijken. Hij werkt, maar zoals je ziet is hij niet super snel. Dat komt deels door de vertanding die ik heb gekozen. Deze moet volgens mij 3 rondjes doen voordat deze 1 rondje doet. En ja, dat idee met die cilinders, dat werkt natuurlijk wel. Want ja, bijna elke verbrandingsmotor werkt zo. Maar als je vergelijkt wat een kracht er bij een explosie vrijkomt versus wat een solenoid doet, ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken. Dus hij werkt inderdaad wel, maar het is niet de meest efficiënte manier van met een elektriciteit iets aansturen. Ondertussen ben ik ook al druk bezig met de solenoid wankelmotor. Ik weet wat er mis in is en ik ben bezig om een tweede versie te maken die veel beter wordt. Dus als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan, want dan krijg je die video in je feed. Ondertussen heb ik hier de andere solenoid video's voor jou. Zie ik je daar.